Hoi. Alles goed? Nee. Alles goed? Nee, niet echt. Wat dan? Vertel. Nee, dat wil jongen brengen als een rekening. Is dat zo? Ja, wel jammer. Waarom dat? Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag maandag 6 december 2021. Het is 11:30. Ja, helemaal top. Ik heb Roma aan de telefoon, die is nu even lekker aan het douchelen. Ik ga maar vanavond even lekker aan het douchelen. Helemaal top. Helemaal goed. En ja, we gaan zo de hoedjes uitlaten. Nog even misschien naar de malle, want Rodi heeft... Nachtdienst. Yes. Maar wens jullie wel heel veel kijkplezier op deze vlog. Nee. Oh ja. Oh ja. Piepere, piepere, piep, piep, piep. Gaat ze hier zitten? Piepere, piepere, piep, 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 piep. Is dat baas? Is dat de baas? Oh ja! Ja, de baas is er! Ja, de baas is er! Nou, ik kom Lady nog even snuffelen. Hi baas, ik ben er ook nog. Ja, oh, kwispel. Oh, kwispel, kwispel, kwispel. Toen was het de eerste maandag van de maand. Dus dat betekent dat de luchtalarmen lekker afgaan. Heerlijk. We zitten ook aan het filmen. Nou, die laat ik erin. Maar toen kreeg ik dus een amber alert over de dit. Nou, prima. Dus. Dat was denk ik wel even mooi om even te zien. Ik denk dat dat denk ik een aanscholver was. Ik weet het niet helemaal zeker. Ik zal het zo meteen even aan Ro vragen of dat inderdaad een aanscholver was. En dan horen jullie dat ook zo meteen wel van Ro. Dus ja, maar volgens mij wel. Maar ik dacht eerst, nou hij heeft iets wat aan zijn pootje. Maar nee, blijkbaar niet, want hij kon gewoon vliegen. Dus ja. Dus ik denk, nou, ik benader hem gewoon heel rustig. Met Lady gewoon strak naast. Maar nou, dat deed ze heel netjes. Dus wat er gaat. En dan kun je nagaan dat het dus gewoon een jachthond is, hè. Kruising, bedodig, pitbull en een husky in één. Ja, dat is Lady. Ja, kruising van echt van drie honden. En dan nog zo netjes te rustig bijlopen. Hoe doe ik dat? Ja, nou, dat is gewoon streng wezen en... rechtvaardig, dan weet ze ook gelijk waar ze aan toe is. Dus, maar ik zal het straks even aan Ro vragen. En dan horen jullie dat zometeen wel weer van ons. Of het inderdaad een aanscholver was, volgens mij dus wel. Maar ik ga het even zometeen sowieso verifiëren. En dan horen jullie het strakkies wel. Ja! Nou, we hebben even bekeken. Ro die was ook even gelijk benieuwd. Maar Ro die had zoiets van, ja, maar hij is, die kan inderdaad niet vliegen. Maar het is inderdaad dus een... Wat is het? Een aanscholver, ja. Nou, en we kregen dus een telefoontje van mijn liefdallige, lieve schoonmoeder. Dat we dus even langs moeten komen, want ze heeft wat voor ons. Ja. Heel blij mee zijn. Heel blij mee zijn, zei ze. En we moesten komen met de auto. Dus dat is ook een hele belangrijke. Dus, alleen ik ga niet filmen bij mijn schoonouders, want ze worden ook steeds ouder. Maar of juist wel, om juist een beetje de herinneringen nog een beetje te hoog te houden. En je moeder niet vindt het meer erg, denk ik. Wel, en wel even vragen doen we zeker, maar komt goed. Nou, we zijn dus bij de Mali geweest. Daar, kijk, zie je wel. En kijk, ik heb deze even gekocht. Lipbalsem. 8 voor 2 euro. Vind ik niet heel duur. Nee. En Rode zit nog lekker gezellig naast me. Hi, schat. Hey. Gaat hij met jou? Ja, weet ik.
Wel redelijk, want? Ik 91 negen. Ja. Want? Hoezo? Nee, gaat? Ik had 1,93 betaald. Ja. Maar... 2 cent te veel, per liter. Ja, maar... Ik zal maar 50.000 liter tanken. Kijk, dat scheelt even 1000 euro. Ja, dat klopt. Maar hoezo het gaat? Vertel. Nee, het gaat, ja. Zoals het gaat, ja. Ja, toch wel? Dus goed, we mogen weer. Ja, Ro is totaal geen prater. Met autorijden totaal niet. Zal ik het eigenlijk wel proberen voor jou, hè? Praat even gezellig mee. Is leuk, is gezellig. Heb je nog een mop of zo? Van, of een grapje? Een mop heb ik wel. Die staat thuis bij de schoonmaakspullen. Ja. Dus die wil je erbij, maar dan kan je een beetje mee moppen. Ja. Dat is de grap, zeg maar. Dat is mooi. Maar die en die ze kunnen oplossen, zeg maar. Een mopje. Gewoon een mop om te vellen. Een raadsel. Ja, ah. Zo'n mop. Ja, er is ergens een toren. Uitkijktoren. Ja. En er staan twee wachters op. Eén kijkt pal naar het westen. De andere kijkt pal naar het oosten. Mm-hmm. Zegt die ene tegen die andere wachter. Waarom doe jij opeens je ogen dicht? Hoe kon hij dat zeggen? Nou, ik zou zeggen, laat even weten hier even onder in de reacties. En ik heb ook, dat mag ik ook nog even uitleggen over die mooie puntjes. Die je dan mag gaan verbinden, is leuk. Die je mij van de week liet zien. De 9. Ja, de 9. Dus dat laat Ro nog even thuis even zien. En dan gaat hij lekker weer naar huis slapen. En dan rond de 8:30 ga ik hem wakker bellen. Helemaal goed, toch? Toppie. Toppie, ja. Hoeveel gemeentewerkers wil je hebben op zo'n klein rotstukje? Shitje, mintjes. En daar staat iets te knipperen. Waarschijnlijk een ongeluk of zo gebeurt, ik weet niet zeker. Nee, niet. Helemaal top. Was zoet. Ja, het is een beetje donker, ik weet het. Ja, ik weet het, heel erg. Even lampje aan doen. 1, 2, 3, 6, 8. Hey. Het is nu 4:30. We zijn even al een heel tijdje thuis. Rody ligt al lekker op bed. Gewoon in zijn eigen huis, want hij moet vannacht werken. En ik ga ook even lekker op bed. Ik heb het koud, ik ben moe. En ik moet gewoon even naar mijn lichaam luisteren. Want ja... Corona heb ik ook gehad, dan heb ik nog acne's en ik heb het gewoon koud. Mijn reuma heb ik ook nog, dus ik heb even alles bij elkaar. Dus ik ga nu eventjes lekker eventjes chillen op bed. Ik kan op de bank gaan liggen, maar ik wil gewoon even mijn ogen dicht doen. En dan zien jullie mij straks gewoon wel weer. Ja, maakt niet uit. Zo, nou, Ro die had me om 8:30 wakker gebeld. Alleen ik ben niet echt vrolijk en gezellig wakker geworden, nee. Ik had echt iets van, heb ik zo lang geslapen? Ik dacht eerst dus dat het 8:30 ochtends was of zo. Maar nee, het was 's avonds. Dus ik werd even niet zo fijn wakker, zeg maar. Maar oké. Rody gaat zo hondjes doen. Ja, en dan moet ik nog eten. Het is bijna 9:30. Ja. En dan gaat Ro ook weer lekker weg. Ja. Lekker. Hoi. Hoi. Nee. Alles goed? Hoi. Alles goed? Nee, niet alles. Wat dan? Vertel. Nou, dat miljoen ontbreekt nog op mijn rekening. Is dat zo? Ja, dat is wel jammer. Waarom dat? Ik had graag een lief klein autootje gekocht. Oh, want? Zo eentje met 3 letters. We... Zwarte automaat met full options. Oh. Ja. Maar ja, dat zit er even niet in. Maar voor de rest? De rest gaat het wel. Waarom zit mijn ding zo te handen? Anders. Goeie vraag. Ja. En wat ben je allemaal aan het doen op je telefoon? Een challenge, Stardust Challenge, 4 van 15. Joe, hey. Dat is mooi. 15 pineapple berries gekregen. Oké, kijk, dat is mooi. Jee,
En mijn eitje komt uit. Dat is ook mooi. Wat krijg je? Een eitje. Ja, maar wat krijg je eruit? Een eitje, hè? Eitje. Ja, maar wat krijg je er zo uit? Ja. Een vlieg iets. Een vlieg iets, oké, dat is mooi. Een mooie emolga. Ja, dat is wel. En dan ligt Lady hier met een poot over mijn. Voet heen. En daar hebben we Draki. En daar hebben we Speedy. Hi, Speedo. Maar de andere zijn Joost, mag het weten. Eentje waarschijnlijk daar en eentje bij de deur, denk ik. Vond je deze vlog nou wel leuk? Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, doe het belletje aan. En laat zeker een leuke reactie achter. En dan krijg je of een reactie terug of een hartje. Want ik heb niet altijd de tijd om een reactie terug te plaatsen. Maar ik lees het wel allemaal. Dus komt helemaal goed. En als ik hem lees, dan kom ik ook er wel weer terug in de vlog. Dus dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.